de patiënt. Een onderzoek. Zocht eens die. Oh. Och, meneer. U hebt door deze aandoening niet lang meer te leven. Lang meer te leven? Maar hoe lang dan nog, dokter? Nou, nog 10. 10? Ja, wat 10? 10 jaar of 10 maart? 9. 8. 7. 6. Oh, oh, oh. Volgende patiënt. Mevrouw, wat is uw probleem? Nou, ik ben met een oerlillige kerel trouw en alleen maar voor het geld. Ja, maar wat is het probleem dan? Ik heb vorige week in de lotto gewonnen. Volgende patiënt. Dag dokter. Meneer. Ik zit met een probleem en het is nogal gênant. Belooft u niet te lachen? Ach meneer, ik heb nog nooit gelachen van een hele leven om de kwaal van een patiënt. Laat u maar eens zien. Zoiets kleins heb ik nog nooit gezien. Oh, sorry. Zeg dus, wat is uw probleem dan? Nou, hij is namelijk nu opgezwollen. Volgende patiënt. Dag, dokter. Ach, meneer, de tijd niet gezien? Nou, dat klopt wel hoor. Ik ben een tiet zeker mes. U kunt niet praten, bedoelt u? Oh, helemaal goed. Wat doen we daaraan? Ah, ik weet al wat. Leg uw hand maar op tafel. Hartstikke goed. Komt u volgende week maar terug, dan oefenen we dat dan de letter B. Volgende patiënt. Dag dokter. Dag meneer. Oh, u komt voor de uitslag. Ik kwam voor de uitslag, ja. Wij hebben een foto van uw maag gemaakt en de raad is er wat we in uw maag gevonden hebben. Hoe kan ik het weten, dokter? 21 theelepeltjes. Ja, maar dat klopt toch ook precies, dokter? U zei 3 keer per dag 1 theelepel. Volgende patiënt. Dokter, ik ben half doof. Nou, dat kan niet. Of je bent helemaal doof, of je bent niet doof. Ik ben echt half doof. Dan doen we een test. Gaat u maar 6 meter verderop staan en zegt u mij maar na. 6. 3. Gaat u maar 4 meter verderop staan en roept u mij maar na. 4. 2. Volgende patiënt. Dag dokter. Ja, zeg het eens. Ik ben zo ontzettend slap. Ik zie het. Ja. Ja, maar hoe staat het verder met uw seksleven? Ja, wel goed dokter. Er is een kieken. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, ja. Zo, ja, dat is geen wonder dat u slap bent. Als u nou de dinsdag eens oversloeg. Dinsdag. Nee, dat kan niet. Dat is eigenlijk de enige omdat ik thuis ben. Volgende patiënt. Dag, dokter. Ik voel me kloten. Ja, als u nou eens begint met uw handen uit uw zakken te halen. Hey. Volgende patiënt. Mevrouw, het
dokter, ik heb van die hele kleine tietjes. Kunt u daar ook wat aan doen? Ja, daar heb ik wel wat voor. Kijk u eens. Als u 3 keer per dag met een stuk wc-papier tussen uw bosjes doorwrijft, dan komt het vanzelf wel goed. Ja, 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 dat helpt. Nou, als ik zo naar die billen van u kijk, dan moet het zo vallen. Dokter, ik ben een bed en een krokodil. Ja, dat doen ze. De volgende patiënt. Dag dokter. Dag, dag dokter. Oh, voor de uitslag komt u. Ja, eens even kijken. Ja. U hebt nierstenen. Ja. Kalk in de bloedvaten. Ja. En water in uw knieën. Ja. En hij nog zegt dat ze met in zijn kan ik boven doen. Volgende patiënt. Dokter, ik heb echt het gevoel dat ik ontzettend genegeerd word. Volgende patiënt. Dokter, mijn neus is verstopt. Nou, dan ga je toch even zoeken? Volgende patiënt. Ach, ik zie het al. Uit de kom. Volgende patiënt. Mevrouw, zeg het eens. Dokter, als ik op mijn linker zichtlijn, dan giet mijn hart zo'n keer. Maar als u nou eens op uw rechterzij gaat liggen dan? Ja, dan gaat mijn darm zo'n keer. Nou, dan is er een hele simpele mogelijkheid. Dan gaat u op uw rug liggen. Ja, maar dan giet mijn hengst zo'n keer.